De man die geldt als de nationale mopper komt, maar eigenlijk is hij een rasoptimist. Weet heel veel beter, heeft op alles kritiek en relativeert dat vervolgens tot huis- en keukenproporties. Werd als jongetje zwaar gepest en moest thuis zijn mond houden. Nou, dat heeft hij later wel ingehaald. Bent u somber over de toekomst? Geen zorgen, want hier is met vlag en wimpel Maarten van Rossum. Meneer van Rossum, goedenavond. Goedenavond. Hebt u een nieuwe bril? Dit is de oude leesbril van mijn vrouw. Wat is er met haar eigen bril gebeurd? Zij heeft geëvalueerd naar een nieuwe leesbril. En ja, zoals dat gaat, die oude leesbrillen die hopen zich dan lichtelijk bestoft op bij de telefoon. En dan moet je daar vlug iets opschrijven met al die pennen die het niet doen bij de telefoon. En dan pakte ik die bril zonder nadenken, zette hem op en dacht, ik zie de wereld totaal anders, volkomen nieuw. Hoe is het met uw dakgoot? Oh, die is tegenwoordig tip-top in orde. Want dat zegt uw zwager, althans, die zei dat een keer op televisie. Hij reduceert alles of relativeert alles tot het niveau van de lekkende dakgoot. Nou, ik heb ooit gezegd, ik maak mij meer zorgen over mijn eigen lekkende dakgoot dan over allerlei wereldproblemen die wij op het scherm zien. Waarom? Omdat het heel weinig zin heeft om je druk te maken over de wereldproblemen, want daar kun je in het algemeen helemaal niets aan doen. Terwijl in het geval van je dakgoot kun je de loodgieter bellen. Al is dat in Nederland nogal een hele procedure. En die komt hem dan maken. Dus daar kun je iets aan doen. U relativeert veel. U relativeert vooral veel van wat wij om ons heen zien en in het nieuws is. Ja, omdat het nieuws maar in zeer beperkte mate de maatschappelijke en economische werkelijkheid representeerde. Hebt u dan nog wel voldoende contact met de werkelijkheid als u zoveel relativeert in deze sombere tijden? Ja, ik denk eigenlijk dat mijn contact met de werkelijkheid beter is dan van vele redacteuren van het Nationaal. Nou, dat wil zeggen, misschien hebben die wel een goed contact met de werkelijkheid, maar dat klinkt niet altijd door in de nieuwsvoorziening. Ja, ik heb uw boeken gelezen de afgelopen dagen. Sommige zijn wat gedateerder dan de huidige recessie, ja, zal ik maar zeggen. Zo gaat dat met boeken. Maar u zegt eigenlijk in al die, zeker de meest recente boeken, jongens, niet zo somberen, zo slecht gaat het helemaal niet met Nederland. Maar het consumentenvertrouwen is vandaag opnieuw gedaald. Het Internationaal Monetair Fonds zegt de economische groei valt tegen. In de wereld. En de wereld. Niet in Nederland. Nee, maar in de eurozone ook. Zeker. Nog zwakker dan het was. Tevredenheid met de economie daalt verder. Blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hetzelfde gebeurt met de steun voor de EU en de euro. De crisis wordt sterker voelbaar in het persoonlijk leven, is ook een van de conclusies uit het onderzoek. U houdt van statistiek en onderzoek, dus vandaar dat ik even het lijstje afloop. Vertrouwen in het kabinet is met een rotgang achteruit gegaan, werkelijk. En uw grote vriend Geert Wilders gaat aan kop in de peilingen. Ja. En dan bent u hartstikke optimistisch. Nou, het hangt helemaal vanaf wat voor perspectief u kiest om deze zaken te analyseren. Kiest u het perspectief van de huidige week, of deze maand, of de komende 2 jaar, dan zijn het inderdaad niet tot optimisme stemmende cijfers. Overigens is consumentenvertrouwen en vergelijkbare zaken zijn puur subjectieve factoren die eigenlijk weinig te maken hebben met de objectieve werkelijkheid. Nou ja, behalve als mensen de hand op de knip houden, dan heb je het dat over. Dat doen ze in Nederland inderdaad, omdat ze ook in de afgelopen 3 jaar niet anders hebben gehoord dan de meest verschrikkelijke berichten over hun eigen economie. Ja. Dat wat natuurlijk ook de stemming er niet beter op maakt in het algemeen. Maar goed, de werkloosheid is oneindig gegroeid. Die werkloosheid. Want in absolute aantallen, op het absolute zeker, toppunt uit de maar wij oorlog meten de werkloosheid wel op een hele eigenaardige manier. Wij zeggen namelijk dat iemand werkloos is die 12 uur werkt, maar die graag wat meer zou willen werken. Dus dat is een wat, als je naar de Europese werkloosheidscijfers van Nederland kijkt, zijn ze beduidend lager dan onze eigen werkloosheidscijfers. Maar de ontslaggolf van de afgelopen tijd is u toch niet ontgaan? En dat is heel droevig. En als je ontslagen wordt, je hebt geen werk, dat is ook allemaal heel droevig. Maar wat ik bepleit in feite is dat je een aanzienlijk ruimer perspectief moet nemen om een juiste kijk op de gebeurtenissen te krijgen. Ja, ja, zitten wij in een soort van depressie zonder enige twijfel. En in feite is dat al 1 jaar of 3 het geval. In feite nog wat langer sinds de kredietcrisis zich heeft voorgedaan. Maar Nederland daalt internationaal gezien bijna op alle lijstjes op dit moment. Nou, dat hangt er vanaf naar welk lijstje je kijkt, hè? Nou ja, bijvoorbeeld over innovatiekracht. Ons grootste naar plaats 14. Ja, ons grootste probleem is de achterblijvende binnenlandse vraag. En die heeft voornamelijk, dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de onroerend goedmarkt. Ja. En die is door onze politici getorpedeerd. Ja.
Dat hebben we gewoon aan onszelf te danken. We zijn jarenlang gewaarschuwd tegen de hypotheekrenteaftrek en tegen de tophypotheken en allerlei andere wonderlijke financieringsmethoden. Ja. En onze leidende politici hebben zich daar helemaal niets van aangetrokken. Die hebben studieus de andere kant op gekeken, tot het inderdaad uiteindelijk volkomen fout is gegaan. Niemand zich afgevraagd waarom dat in Duitsland zich niet heeft voorgedaan? Omdat de lonen daar gematigd zijn? Nee, dat ligt aan het feit dat die hypotheekverstrekking in een heel andere manier tot stand komt. Maar het is ook zo dat de Duitse economie beter draait dan de Nederlandse, omdat de lonen daar de afgelopen jaren meer gematigd zijn. De Duitse economie in sommige opzichten draait die beter, maar om nou eens een staatje te noemen wat misschien het optimisme zou kunnen versterken. Er is ook een lijstje van de meest competitieve landen ter wereld in het grotere raamwerk van de wereldeconomie. En dan staan wij op de vijfde plaats. Ja, maar Duitsland niet hoor. Dat wordt weer tegengesproken door een Zwitsers lijstje van een groot gerenommeerd instituut. Dat zegt het is niet de vijfde plaats, het is de veertiende plaats. Want bij die vijfde plaats hoor je ook de gezondheidszorg en al die dingen mee te rekenen. Maar puur economisch gezien staan we dan op de veertiende plaats. Ja, ik denk toch dat wij... Laten we dan een gemiddelde van alle internationale lijstjes nemen. Zullen we dat doen? Nou, laten we dat doen. Kijken we naar het OECD-lijstje. Ja, staan we op de achtste plaats? Dat gaat over life satisfaction. Dat is een heel, trouwens, dat kan ik alle kijkers aanbevelen die nu zitten te luisteren. Kijk u zelf ook eens naar al die websites waar u deze cijfers kunt vinden. Ja, het gelukslijstje is dat, hè, met andere woorden. Je kunt kijken op het OECD-lijstje, je kunt kijken naar de Human Development Index, je kunt kijken naar de Most Competitive Nations Index, je kunt kijken naar het land waar de jeugd zich het allergelukkigst voelt, blijkt Nederland te zijn, tot vele verrassing wellicht, maar toch is dat zo. En als je nou al die lijstjes samenvoegt, en als je ook kijkt naar industriële productie, en als je kijkt naar internetvoorzieningen, wij bleek gisteren nog eens weer dat wij na de Zweden en nog een of ander volk zijn we de meest omvangrijke gebruikers van internet op de smartphone. Ja. Wat ook een indicatie is van, dat je je goed hebt aangepast aan veranderende omstandigheden. Maar dat mag allemaal zo zijn, maar mensen voelen toch in hun portemonnee dat het minder gaat. Laat me nou even mijn argumentatie afmaken. Als je al die lijstjes samenneemt, sterker nog iets zelfs, je kunt zelfs kijken naar Olympische sportmedailles. Ja. Dan zul je zien dat Nederland altijd minimaal in de top 14 scoort. Ja. En meestal in de top 6 scoort. Ja, maar en bovendien zijn het altijd dezelfde top 6 landen. Dat is al 20 of 25 jaar. Maar we stonden hoger. Nou, in de jaren 90 en ja, in de jaren 90 stonden we wat hoger. En dat was inderdaad door omstandigheden, die zijn trouwens goed verklaarbaar, hebben wij in de jaren 90 een enorme sprong gemaakt. Ja. Die zullen we niet nog eens op een dergelijke wijze maken. Want hoe kwam dat? Dat laat zich uitleggen. Ten eerste hadden wij een enorme voorraad van geschoolde personen die in feite niet participeerden op de arbeidsmarkt, namelijk vrouwen. Ja. En in de jaren 90 hebben wij onze enorme achterstand op het punt van de vrouwenparticipatie in de arbeidsmarkt vrij snel ingelopen. Ja. We hebben meer dat kon ook omdat de economie toen heel hard groeide. Zeker, we hebben meer banen gecreëerd in de jaren 90 dan de Verenigde Staten, die ons altijd werden voorgehouden als de jobsmachine bij uitstek. Ja. Daar zat ook wel in de jaren 90 groei een beetje een bubbeleffect. We worden nu in zekere zin gestraft voor de onroerend goedontwikkelingen die halverwege de jaren 90 zijn begonnen. Dus dat moet je uiteindelijk ook weer inleveren. Ja. Maar als je nou al deze dingen samenneemt, en je neemt de lange termijn in plaats van allerlei hype van deze week of volgende maand, dan zul je zien dat Nederland in feite systematisch meedraait in de top van de wereldeconomie. En we gaan nog even verder. Ja. Als je dat naar achteren zou verlengen, en je zou kijken wanneer dat begonnen is, dan zie je dat wij al een half millennium, al 500 jaar, meedraaien in de top van de wereldeconomie. Ja. Nou ja, we stonden ooit nummer 1 als rijkste land van de wereld tijdens de Gouden Eeuw. We zijn van 1580 tot 1840 het rijkste land ter wereld geweest. Ja. Dus, nou ja, en we horen nogmaals tot de top 10, dus dat is niet veel mis. Goed, dat mag allemaal zo zijn, maar je zult maar werkloos zijn. En het feit is gewoon dat ook uit al die onderzoeken blijkt dat mensen in het verleden nog wel vonden dat het met hun persoonlijke leven fantastisch ging en met het land slecht. Nu vinden mensen dat het ook met hun persoonlijke leven minder gaat. Die cijfers lopen terug. Dus is dat relativisme dan wel op zijn plek?
Dat lijkt me wel. Oh ja? En dat komt omdat je dat, nogmaals, ik bepleit het altijd. En maar u wil ook niet luisteren, zoals dat bij de journalistiek te doen gebruikelijk is. Ik luister heel goed naar je u. Je moet dat op de lange termijn zien. Ja. En dan zie je eigenlijk dat, dat de wereld sinds 1750... aan een heel nieuw proces begonnen is. En dat is het industrialisatieproces. Ja. En eerst is Engeland geïndustrialiseerd. Dat was de eerste industriële mogendheid. En daar hebben ze 100 jaar enorm van geprofiteerd. Want ze waren number one. En toen zijn ook andere Europese landen zijn ze gaan industrialiseren. De Verenigde Staten zijn ze gaan industrialiseren. En dat proces is niet gestopt. Dat proces is nog steeds gaande. Maar waar staan wij dan en waar gaan wij dan heen? Ja, en dan krijgen we de bekende verhalen dat als je niet aan de top blijft meedraaien, dat je dan wegzakt en dat, dat ze alles in China beter kunnen dan wij het kunnen. Ja. Dat is allemaal een beetje overdreven praat. China maakt een fase door die wij lang geleden hebben doorgemaakt. Ja. Namelijk van stormachtige groei naar een situatie van volledige industriële ontwikkeling. Hè? Een hele complexe moderne economie. Dus dat gaat snel, net zoals laten we zeggen, alle BRIC-landen, dus ook Brazilië en India en Rusland. Nou, India, dat is op dit moment, nou, daar gaat het helemaal niet zo geweldig. En Brazilië hebben we gezien, daar zijn ook allerlei interne problemen. Omdat natuurlijk ja, die ontwikkeling wel snel gaat, maar met name de overheidsvoorzieningen van een lamentabel karakter zijn daar. Dat kun je bepaald in Nederland niet zeggen. Nee. En als je nou dat hele proces neemt, dan zie je dus dat er in die wereldeconomie een enorme dynamiek zit op de lange termijn. Ja. Maar waar komen wij dan uit? En wanneer gaat het hier dan weer beter in uw ogen? Wij vormen een onderdeel van dat dynamische proces van die wereldeconomie. Als je naar Rotterdam zou kijken, je zou zien hoe de overslag uit China en de overslag naar China gegroeid is, dan zou je zien dat wij in hoge mate profiteren van de ontwikkelingen die zich voordoen in het Verre Oosten. Ja. Dat het bij ons zo goed gaat economisch, want met onze export is niks mis. Hè. Nee, maar met het interne uitgavenpatroon wel. Ja, maar nogmaals, ik heb al gezegd, dat komt door het instorten van de oerend goedmarkt. En dat hebben we te danken aan onze fijne politici van VVD en CDA-huizen, die niet van plan waren om de hypotheekrenteaftrek op te doeken, want dat wouden hun kiezers niet accepteren. Nou ja, als je dat nu in grote mate zou doen zeggen, mensen die daar heel veel verstand van hebben van die woningmarkt, dan richt je enorme schade aan in een toch al dalende woningmarkt. Ja, maar toch is het ook verstandig op den duur aan deze waanzinnige subsidie een eind te maken. Want anders dan een subsidie is het in feite niet. Als je terug het IMF produceert met enige regelmaat een rapportje over alle aangesloten landen. Dat doet het ook over Nederland ook. Ja. Dat zijn hele leuke rapportjes, by the way, om eens te lezen. Ja. Trouwens, daar kan ik ook de Nederlandse journalistiek eens tippen. Ja. Doe daar eens wat mee. Ja. Dat verschijnt, dat zijn buitenlandse waarnemers en niet dus hier betrokken en die hun allerlei politieke boodschappen hebben. En die schrijven hele interessante analyses. En daar komt al jaren geleden, begon het IMF te zeggen, dat gesubsidieerd van die woningmarkt, dat is geen verstandig beleid. Professor, hoe komt het toch dat u altijd overal verstand van hebt? Dat komt omdat ik de media goed volg, denk ik. En omdat ik dat doe ik ook. Af en toe lees ik een boek. Doe ik ook. En ik denk dat uiteindelijk boeken lezen effectiever is om ergens verstand van te krijgen dan, laten we zeggen, de dagelijkse boodschap in krant en tijdschrift. Maar u bent geen econoom? Nee. U bent historicus? Ja. Omdat apotheker niet wilde lukken, was te onhandig. Zo is dat, ja. Zo is het. Een heel pijnlijk moment in mijn leven. En toch spreekt u zich heel veel uit over de economie. Ja. Het heeft toch iets van, laten we zeggen, een hooggeleerde op een heel ander vakgebied die langs de zijlijn staat te roepen dat iedereen het in Economenland en in Den Haag allemaal verkeerd doet. Ja, en als we nou even terugkijken naar de afgelopen 30 jaar, moeten we constateren dat de economen eigenlijk vrijwel alles bij het verkeerde eind hebben gehad. En u nooit? Gelukkig ben ik mij pas uit gaan spreken over publieke zaken een jaar of 10 geleden. Dus wat dat betreft zit ik wel betrekkelijk goed. Laat ik er direct bij zeggen, vrijwel iedereen is een gevangene van zijn tijd. Ja. En denkt dat de waarheden, zoals opgedist in eigen tijd, dat de waarheden zijn. Als je even terugkijkt, zul je zien dat de waarheden van de jaren 60 al lang grotendeels tot stof vergaan zijn. In de jaren 70, idem dito. Het neoliberalisme, niet waar, waar we gouden bergen van verwacht hadden. Alles zou door de markt worden opgelost. Alles kon vermarkt worden. Alle bedrijven moesten als echte bedrijven gerund worden, van de spoorwegen tot de ziekenhuizen. Ja. Dat is natuurlijk in feite een enorme zeepert gebleken. Ja.
Dus ja, je moet rekening houden met het feit dat wat wij nu zitten te zeggen met allerlei zekerheid, ja, dat dat waarschijnlijk over 30 jaar een groot deel van zijn relevantie heeft verloren. Behalve, en daar blijf ik bij, dat die dynamiek van die wereldeconomie, dat langlopende industrialisatieproces, en dat heeft zijn ups, dat heeft zijn downs, dat kan decennia tegenzitten. Neem 1914, 1945. Maar daarmee zegt u dat u het eigenlijk beter weet dan al die economen bij elkaar. Ja, dat denk ik wel. Maar hoe kan dat nou? U bent historicus. U hebt er niet eens voor doorgeleerd. Je hebt ook hele onverstandige historici, maar tref je een verstandige historicus, dan heb je eigenlijk het beste van de wereld bij elkaar. Ja. Nou, moet de waarheid in die zin worden gezegd dat u met uw relativeringen er vaak goed bij zat? Ja. Om al een voorbeeld te nemen, 9-11. Sommigen aan het schreeuwen waren dat de Derde Wereldoorlog op het punt van uitbreken stond. Toen relativeerde u dat in ernstige mate. Uit dat het niet was wat zij dachten dat het was. Nee, en vervolgens werd u geëxcommuniceerd door de publieke omroep. Ja, ik mocht een half jaar niet op de buis. Ja. Van vrije meningsuiting gesproken. Hè? De hysterie was dus zo groot dat mensen die er even anders over dachten dan de gangbare hysterische consensus, dat die geweerd werden. Ja. Maar toch, daar zat u er goed bij. De vraag is of het nu weer het geval is. Want de nieuwe Maarten, ik heb hem al mogen inzien. Deze week komt hij in de winkel. Ja. Eigenlijk is het alleen maar kommer en kwel wat ik daar lees. Over de economie, over Europa. Ik bedoel, u bent altijd een warm pleitbezorger geweest van de Europese Unie, want daar worden we met z'n allen beter van. Er zijn rekensommetjes gemaakt, namelijk het levert ons ongeveer een maandsalaris op. Het kost €230. Maar we staan wel garant voor gigantische bedragen. We moeten nu een 500 miljard meer gaan betalen aan Brussel, waar een enorm groot gebouw voor Herman van Rompuy uit de grond wordt gestampt in de vorm van een... Nou, ik citeer uw eigen blad. Dit is typisch journalistieke retoriek. Helemaal niet, ik citeer uw eigen blad. Laten we nou eens kijken. Wat zijn de kosten van de Europese Unie als deel van het bruto binnenlands product van de Unie? Wat denkt u? Nou, niet veel. 0,6% of zo. Nou, het is iets meer. Het is wettelijk vastgelegd. Het is ruim 1%. Ja. Ik geloof dat de EU ongeveer evenveel ambtenaren in dienst heeft als de gemeente Amsterdam. Maar in uw eigen blad staat ook te lezen dat we garant staan voor gigantische bedragen. Ja. Honderden miljarden om het bankwezen in het zuiden overeind te houden. Ik geloof 200 nog wat miljard in garantiestelling. En dat als dat ooit wordt opgeëist, dat we echt aan de beurt zijn. Ja, maar dat zal niet gebeuren. Ja, dat zegt u. Ja, dat zeg ik. Hoe weet u dat? Zullen we een wetje maken? Put your money where your mouth is. Wat zullen we erop zetten? Nou, goede fles wijn. Ja, hoeveel economen hebben we al niet gehoord dat het met de euro spoedig zou zijn afgelopen? Ja, maar het effect... Overigens moeten er nog allerlei maatregelen genomen worden om te vermijden dat dat gebeurt. Ik wou net zeggen, de euro is toch nog niet uit de gevarenzone? Nee. Sterker nog, u interviewt zelf Bas Jacobs in uw eigen blad. Door zijn collega's als beste econoom uitgeroepen. Uw eindconclusie aan het einde is, ik ben er toch wat pessimistischer over geworden. Want hij weet zelf ook niet hoe het afloopt met de euro. Nee, maar ik denk wel dat politiek gesproken we op een punt zijn dat we niet terug kunnen. Dat is denk ik, zijn er fouten gemaakt bij de constructie van de euro zonder enige twijfel. Ja. Maar het is een beetje een ongelukkige en veel gebruikte metafoor. Ja. Maar je krijgt het eierstruif niet terug in de eierschalen als je eenmaal aan de omelet begonnen bent. We zullen nu dus de vlucht naar voren moeten kiezen. Ja, dat is de enige oplossing. Ja, en daar ben ik een groot voorstander van. Ja, maar de rest van Nederland zo langzamerhand niet meer. Want uit de Amerikaanse peilingen bleek dat er 39% van de Nederlanders zelfs voor uittreding uit de Europese Unie. Dat is voor een land dat de grondlegger is van de Europese Unie, is dat een ongelooflijk hoog aantal. Ja, ik geef daar geen cent voor. Als je een Nederlanders vraagt bij voor de doodstraf, dan zijn er ook gewoon 50% van de bevolking is een warm voorstander van de doodstraf. Ja. Is dat daarmee een juiste zaak om die in te voeren? Is dat moreel gerechtvaardigd? Nee. Nou ja, behalve u als een heel Europa het draagvlak voor de hele Europese... een wonderlijke hypothese dat de meerderheid altijd gelijk heeft. Of de stelling waar journalisten altijd bij je aan boord komen, de kiezer heeft altijd gelijk. Ik zeg niet dat de kiezer altijd gelijk heeft. Ik zeg ook niet nog, dat de kiezer heeft vaak helemaal geen gelijk. Nee, maar in een democratie werkt het wel zo dat de meerderheid kiest wie er aan de macht komt. En dan hoort daar altijd bij worden gezegd met oog voor de minderheid. Dan heb je toch een nieuwe machtsstructuur. En als in heel Europa het draagvlak voor Europa wegvalt, dan kunt u van de toren blijven roepen. Ja, laat ik daarvan een leuk voorbeeld geven. Ja. Namelijk, in Nederland hebben wij in de tijd bij
een referendum. Ja. Heeft we hadden maar 60% opkomst en van die 60% is 60% tegen dat euro-referendum gestemd. Ja, de grondwet, althans in de volksmond. We kunnen lezing houden in Den Haag, u kunt de betrokkenen eventueel nog bellen naar voren. Dan kan zeggen van ja, je kunt wel tegenstemmen, maar je zult zien dat alles wat rijk in staat, dat dat uiteindelijk toch gerealiseerd zal worden. Ja. Alleen via een hele complexe omweg, zodat niemand het precies in de gaten heeft. En zo is het ook precies gegaan. U leest zich gek. Denkt u echt? Nou, dan gaan we nog een ander voorbeeld geven. Stel voor dat Cameron... Premier van Engeland? Ja, dat hij het niet helemaal goed speelt en tenslotte gedwongen is dat referendum te houden. Wanneer is het? 2015. Ja. En de meerderheid van de Engelse bevolking stemt tegen. Ja. Heeft u gezien wat de Engelse ondernemers daarover gezegd hebben? Die hebben meteen al geroepen, heel slecht idee, want wij moeten nooit uit de Europese Unie. Want dan is het zeer schadelijk voor de Britse economie. Ja. En wat is dan de sterkste lobbygroep in Nederland? De ondernemers. Zo is het maar net. Die verdienen ook het geld. Ja, zo is het maar net. En creëren de banen. Gaan we dus uit de EU, zelfs wanneer daar een meerderheid van de bevolking voor is? Nee, dat gaat niet gebeuren. Ben ik ook bereid met u zo 1, 2, 3 een weddenschap over te sluiten? Dat doe ik niet, want dat ben ik met u eens. U weet heel veel, u leest zich gek. Wordt u nooit gek van uzelf eigenlijk? Met een hoofd vol met al die feitjes en weetjes? Nee, want er zijn allerlei onderzoeken naar geheugen. En hoe meer erin zit, hoe meer je erin kunt stoppen. Hoe meer haakjes je hebt. Weet u alles nog? Nee, ik ben van de middelbare school bijvoorbeeld frappant veel vergeten. Ik kan geen Grieks meer vertalen. Eerste kentekenplaat? 4974 HV, dat weet ik nog wel. Weet u ook nog welk type auto? Een banaankleurige AMI-8. Huilt u nog steeds bij kitschfilms? Ja. Waarom? En bij klassieke muziek en van alles en nog wat. Ja, waarom? Als je wist waarom. Want iedereen weet hoe dat zit. Ik heb ook hoogtevrees. Dus als ik op een hoog punt sta en kijk naar beneden, dan doet zich in mijn knieën een wonderlijke reactie voor. Maar daar die beginnen te knikken, zal ik maar zeggen. Dat komt uit de kleine hersenen, neem ik aan. U leest de Donald Duck? Nee, die lees ik al. Dat is ook zo'n verhaal. Maak trouwens nog wat water. Ja, gaan we voor zorgen. Nee, dat is zo'n kletsverhaal over die Donald Duck. Er zijn wel dingen waar ik achteraf denk, had ik dat maar nooit gezegd. Want het achtervolgt je decennia werkelijk. En een van die verhalen is dat ik dan alsmaar in de Donald Duck lees. Ik was en ben nog steeds een groot liefhebber van de Donald Duck verhalen van Karl Barks. Naar mijn idee een genie. Althans, in het genre van het Donald Duck verhaal. Ja. Of dat nu Donald Duck als brandweerman, of Donald Duck met de kippenfarm, of Donald Duck die regenwolken gaat. Nou ja, dat zijn allemaal schitterende, briljant getekende verhalen. Maar het is Karl Barks. Is dat het kleine jongetje in Maarten van Rossum? Ik durf met droge ogen te beweren dat het kleine jongetje mij niet dood is. Nee, ik vind Robbe Does en Kwabbenoot ook nog steeds enorm leuk. Fantastisch getekend. Figuus Vlater ook dolkomisch. Ik vraag het omdat u eerder wel eens sporadisch hebt gezegd dat u gepest bent in uw jeugd. Ja, dat is waar. Hoe erg? Nou ja, ook dat wordt achteraf misschien wel wat gedramatiseerd. Nou, u werd in elkaar geslagen. Ja, mijn zuster maakt dat ook wat. Die heeft natuurlijk een beetje een neiging om er een Shakespeareaans drama van te maken. Was het niet maar zo? Maar ik werd enorm geplaagd. Ja, waarom wordt een kind geplaagd? Omdat andere kinderen vinden dat hij anders is dan zijzelf. En daar doe je ook niet verschrikkelijk veel aan. Ik moet erbij zeggen, vanaf de tweede klas van het gym is dat eigenlijk volledig opgehouden. Toen werd u niet meer gepest. U mocht aan tafel niet praten. Nou, dat is ook een verhaal. Ik weet niet wie dat in de omloop heeft gebracht. Ik geloof ook uw zus. Ja, mijn zus. Ik heb een schat van een zuster, maar ze heeft een neiging tot mythologisering. Ja? Ik dacht dat nou we de verklaring gevonden waarom hij in de rest van zijn leven zo veel heeft gepraat. Ja, ik... Want u bent niet te stoppen, hè? Nou, ik vind het leuk om college te geven. Ik vind het leuk om mensen iets uit te leggen. Ja. Ook maar, bijvoorbeeld over de Verenigde Staten. Ja, ik kan ook heel langdurig zwijgen. Dat is helemaal niet. Want als je leest, dan zwijg je. Ja. Meestal wel. Nou, of je leest voor, wat overigens weer een heel aparte ervaring is. Voorlezen is heerlijk om te doen. College hebt u veel gegeven over de Verenigde Staten. Hoorde ik u nou laatst zeggen dat Barack Obama een geslaagd president is? Dat vind ik wel, ja. Oh, nou, ja? We hebben nog 3 jaar te gaan, dus we weten niet precies hoe het af gaat lopen. De afluisterpresident?
Ja, dat is natuurlijk wat nu in Europa te doen gebruikelijk is, en daar is. Maar ook in eigen land heeft hij journalisten van het persbureau EP afgeluisterd. Ja, daar is nu sprake van, vooral in Europa, van een immense hypocriete opwinding over die afluisterpraktijken. Hoezo? Die in Europa vaak veel erger zijn dan ze in de Verenigde Staten zijn. Ja. Ik weet niet of u dat stukje in de Volkskrant laatst heeft gelezen, ja, wat zich in Nederland op dit terrein afspeelt. Ja. En dan wijs ik erop dat... Laat ik vooropstellen, ik ben tegen die afluisterpraktijken. Ja. Maar de opwinding in Europa over deze zaak is van een hypocrisie waar je werkelijk ellendig van wordt. Maar dat gaat dan over Prism. Maar in Amerika is er ook een enorme toestand ontstaan over het feit dat die journalisten van EP heeft afgeluisterd, omdat die lekkages vanuit het overheidsapparaat wilde detecteren. Ja. Bovendien was er een belastingdienst die zich richtte op bewegingen zoals de Tea Party. Ja, maar dat, ik merk al dat wel zijn dezelfde praktijken als Richard Nixon. Nee, u heeft dat helemaal niet goed bijgehouden. Wat heb ik niet goed bijgehouden? Die kwestie van die Tea Party, dat is nou laatst is daar weer uitgebreid over gepubliceerd. Ja. In feite heeft de Internal Revenue Service, de Belastingdienst in Amerika, alleen datgene gedaan wat wettelijk voorgeschreven is om organisaties vrijdom van belastingheffing maar te geven. Ook in de Verenigde Staten daar is er over geschreven dat van medestanders van Obama zichzelf hebben druk gemaakt over het feit dat de president het wist en geen vinger heeft uitgestoken om het te voorkomen. En daar zijn ik maak een vergelijking van die met Nixon, dat, dat is echt pure flauwekul. Dat waren allemaal republikeinse kletspraatjes. Guantanamo Bay is nog steeds niet gesloten. Dat is waar. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat er geen rechter in Amerika is, of geen stad of geen staat in Amerika is die gevangenen wil opnemen. En wij wouden het ook niet. Wij hebben nog even zo'n beetje gespeeld met de gedachte om er ook een paar te nemen. Wij hebben het niet gedaan. Maar dan is het toch niet gelukt? De enige die het gedaan hebben zijn de Bahama's. Ja. Die hebben er een stuk of 3-4 genomen. En toen bleek na enige maanden dat die lui daar gezellig aan het snorkelen waren in de Azuurblauwe Zee. Ik zelf ben een groot voorstander, zet de poort open en laat ze gewoon gaan. Ja. Het zijn allemaal tweede, derde, vierde rangs figuren. Maar dat doet hij dus niet. Nee, dat is ook wel een beetje begrijpelijk natuurlijk. Hij heeft alles geprobeerd om het gesloten te krijgen. Ja. En het congres, op de bekende manier waarop het dit volkomen dysfunctionele parlement de zaken pleegde aan te pakken, ja, heeft dat systematisch onmogelijk gemaakt. Maar hij heeft het was het congres wat de president heeft aangespoord om lekkages in het overheidsapparaat zo effectief mogelijk te bestrijden. Als dat dan gebeurt, het doet een beetje denken aan het Nederlandse parlement en de toeslagen. Het Nederlandse parlement zegt van nee, er moet geen controle vooraf. Nee, dat moet vlot uitbetaald worden vervolgens. De kwestie Wekers, ja, zal ik maar vervolgens zeggen. Vervolgens blijkt er dus een enorme lawine van toeslagen te worden betaald op frauduleuze wijze. Ja. En dan schreeuwt het parlement moord en brand over iets wat ze zelf veroorzaakt hebben. Waarvan de Rekenkamer jaren geleden heeft gezegd, dat kun je beter niet doen, want dat gaat gegarandeerd mis. Ja, dus? Dit is typisch de rol die parlementen spelen. Ze doen iets stoms. Ja. Dat komt 3 of 4 jaar later komt dat uit. Ja. En dan roepen ze moord en brand dat de overheid iets stoms gedaan heeft wat ze dus zelf veroorzaakt hebben. Ja, maar u had zelf ooit de kans om in ieder geval ook in die democratie in de gemeenteraad te functioneren. Zo is het. Want u bent nog steeds volgens mij lid van de Partij van de Arbeid, toch? Ook dat. Ja, ik ben een aardsconservatieve figuur, dus ik zal dat tot mijn dood toe blijven. Ja, ik las overigens eind jaren 80 in de knipselmap een stukje waarin u zichzelf liberaal noemt. Toen dacht ik, nou die... Ah, ik ben enorm liberaal. Ik ben een typische links-liberaal iemand. Ja. De Partij van de Arbeid is oorspronkelijk een fusiepartij, ja, van meerdere partijen. Ja. En een van die partijen was de Vrijzinnig Democratische Bond, de WDB. Ja. Ja. En de WDB was een verlicht, sociaal bewuste, liberale partij. Ja. En daarin voel ik mij ten volle thuis. Ja. De Partij van de Arbeid is altijd een vrij grote partij geweest, met allerlei verschillende vleugels. Ja. En maar u was daar lijstduwer bij de verkiezingen. Nee, ja, lijstduwer. Ja, ja, want u wilde niet in die gemeenteraad gaan zitten. Dat heb ik zeer duidelijk, ruimschoots van tevoren duidelijk gemaakt. Ja, maar goed, u kunt ook zeggen, als u zoveel kritiek heeft en het altijd beter weet, want u zegt ook, ik weet het beter dan de meeste economen, neem dan je verantwoordelijkheid ook een ja, keer. Ja, of je dat nou in de Utrechtse gemeenteraad, of je daar nou ja, dan een groot verschil zou... de Tweede Kamer. Ja, of je daar een groot verschil zou kunnen maken, betwijfel ik in hoge mate. Ik vond mezelf in beide gevallen te oud en ik had hele andere bezonjes. En ik heb heel duidelijk gemaakt van tevoren dat ik eventueel gekozen daarvan geen gebruik zou maken. In de Tweede Kamer was ik gelukkig, ben ik de grens van 16.000 niet gepasseerd, dus ik ben niet gekozen. Nee, maar want we hebben ooit de wet veranderd, hè? Je kunt met 16.000 voorkeurstemmen zeker kom je in de Kamer. Ja. Hebt u ooit overwogen om uw lidmaatschap op te zeggen met dit kabinet? Want u maakt er werkelijk gehakt van.
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit overwogen, zoals Pronk heeft gedaan. Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk... Het is uw partij die in dezelfde regering zit waar u graag van maakt. Ik vind dat toch een signaal van onvolwassenheid. Je weet dat zo'n partij ook allerlei dingen doet die je liever niet zou hebben gedaan, maar die nu eenmaal toch gebeuren. En de voorkeur voor een politieke partij, het is niet zo dat ik grote ogen krijg als ik de partij als ik de roos in de vuist zie. Het is een aftelproces. He, dus je zegt van nou... Dus bij gebrek aan beter? Ja, zo is het. Zoals ooit in de NRC altijd de hoofdredacteur bij de verkiezingen terugredeneerde en dan zei dat je VVD moest stemmen. Ja. Nou, zo kom ik uit bij de Partij van de Arbeid. Goed. U bent bijna 70. U wordt in oktober, meen ik, uit mijn hoofd 70? Ja, dat is vrij pijnlijk, maar daar doe je niet veel aan. Nee. Hoe lang gaat u door met praten? Nou, misschien wel tot mijn dood toe. Misschien dat het dementeren bij mij ook geleidelijk aan in deze vorm gebeurt. Dat weet ik niet precies. Ik dacht wel, toen ik met pensioen ging... Ja. Je wordt gedwongen door de Nederlandse overheid om met pensioen te gaan. Ja. Dan zeg ik nog eens op verbitterde toon. Ik had dolgraag nog 2 jaar doorgewerkt. Maar terwijl zowel de minister-president als de commissie Bakker... als het parlement zei, iedereen moet doorwerken. Belangrijk voor Nederland. Maar ik mocht niet. Ja. He, sterker nog, de Universiteit Deven af je 1,62ste, alle denkbare moeite om je eruit te flikken. Ja. Ja. Maar met andere woorden. Ja, dit allemaal tussen haakjes. Sorry dat ik afdwaal door verbindering. We zijn door de tijd heen. Dus... Oh, helemaal geen probleem. Want ik dacht op mijn 65ste, ik werk nog 5 jaar. Ja. En nu begin ik te denken, misschien nog een paar jaar. Nou, kom nog eens langs. Hartelijk dank voor uw komst. En u thuis, dames en heren, dank voor het kijken. Hier volgt altijd wat volgende week een nieuwe gast in een nieuwe Oog in Oog. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Goedenavond.